Geen Nicolai Jurgensen en geen Terence Congolo op de training bij Feyenoord deze donderdagmiddag. Terence Congolo werkte een gepland binnenprogramma af en Nicolai Jurgensen heeft zoals zoveel last van de griep. Of die op tijd hersteld is voor de wedstrijd van komende zondag uit bij ADO Den Haag is nog niet duidelijk. Maar logisch is het wel dat Feyenoord er natuurlijk alles aan zal doen om hem, die spits die zo belangrijk is, klaar te stomen voor die wedstrijd. Want Michiel Kramer is er natuurlijk in Den Haag ook al niet bij, omdat hij is gestraft en teruggezet is naar het tweede elftal. Dylan Vente, deze jonge speler uit de A1 van Feyenoord, is zijn vervanger deze week bij de selectie. Verder valt op dat El Gero Elia wel weer gewoon van de partij is. Hij liet eerder deze week een training schieten, zoals hij dat de laatste weken wel vaker heeft gedaan en kan dus gewoon spelen tegen zijn oude club. Het grootste vraagteken bij Feyenoord blijft wie er deze week op de bank wordt gezet. En misschien is dat deze keer wel een keer Tony Villena. Hij staat namelijk op scherp nadat hij tegen Groningen zijn vierde gele kaart van dit seizoen pakte. En zou bij een volgende gele kaart de wedstrijd tegen PSV wel eens kunnen missen. En dus zal Van Bronckhorst hem misschien wel eens een keer passeren.